goed, de TOS met Jos onderweg naar Heracles. Is die cruciaal? Dat weet ik niet. Is die belangrijk? Dat zeker. Daar gaan we het onder andere met de trainer over hebben. Dit is de TOS met Jos. Goed, verlies tegen Sparta. Daar gaan we het even over hebben. Ferns en natuurlijk de wedstrijd die eraan zit te komen. Eerst even terug naar Sparta. En daarna, ja, nou, wat er na die wedstrijd gebeurde. Moeten we het hebben over Sparta? Nou, weet ik niet. Nou ja, weet je, ik zie het nog wel zitten. Ik ook. Ik denk dat het nog wel gaat lukken. Danny niet meer, hè? Nee, Danny, Danny niet was meer. Er klaar mee. Danny was er klaar mee. Na die wedstrijd, ik kan hem ook wel voorstellen. In de emotie, roep je in de emotie. Want ik denk als we Danny nu erbij gaan roepen, dat Danny zegt, nou, het komt allemaal goed, we gaan ervoor, we hebben er vertrouwen ja, in. Ja, dat snap ik en ik weet allemaal hoe het werkt. En hij zal vast hier ook hebben gehoord van, Danny, dat is niet de bedoeling. Maar fans, kom op man, hey. Wat dat betreft is zijn voetballers niks menselijks, is zo'n vreemd, hè? Weet je wat het is, Lucas? Ik begrijp het gevoel wel. Vooral ook, hè? Emme wint dan ook nog. En maar aan het doen. Ja. Dat roepen we al een beetje. Ja, maar wacht even, één voordeel. Je weet dat ik maar van twee clubs hou, hè. Ik hou van VVV en van iedere tegenstander van Ajax. Maar deze keer ben ik voor Ajax ook komende speelronde. Ik ben blij dat ze nog niet officieel kampioen zijn, want die moeten tegen Emmen. Die moeten nog heel eventjes. Goed zo, dan En we krijgen Emmen zelf ook nog natuurlijk. En we zeggen dat al weken, Lucas, hoe langer die reeks van Emmen duurt met overwinningen, hoe dichter bij die nederlaag komt. Ja, en deze week voorspel ik, komt die uit. Ja, ik denk dat het 3-1 wordt. Nee, maar Lucas, het komt wel goed. Het komt ook zeker het goed. Het komt wel goed. We staan nu eventjes onder die streep. We hebben 30 speelrondes boven die streep gestaan. En ik verwacht ook wel dat we er gewoon boven gaan eindigen. Ook. Moeten we wel één ding doen en dat is misschien weer eens een keertje puntjes gaan pakken. Ja, puntje. Ben ik al zeer tevreden. Niet meer verliezen. Maar dan moet het wel een beetje anders als vorige week. Ja. Wat ik wel vond, het was wel gewoon slappe hal. Het was matig. Het was matig, het was slap. Het was ik zag matig, ik... het was gewoon kut, Lucas. Ah, oké, dat mag je ook zo zeggen. Ja, toch? Ja, het deed pijn en het was vervelend en niks werkte. Maar goed, die mag je voor mij nog afschrijven. Het gaat mij vooral om die... Wij gaan erin blijven omdat we winnen van RKC en Emmen. En dat is het enige voordeel wat je hebt. Want normaal, hè, de Lucas Bremmers Index, net zoveel wedstrijden als daar punten. Dat ga je dit seizoen nooit meer halen. En toch kun je erin blijven met minder dan 34 punten. En dat komt alleen maar omdat je tegen je twee directe concurrenten nog moet spelen. Dus, punten technisch gezien, kan dit wel eens een zeker heel bijzonder seizoen worden. Dat je het misschien wel met 28 punten gaat halen. En het liefste nog een beetje meer. Hè? Misschien willen we wel van Heracles, Lucas. Laten we eens aan de trainer gaan vragen. Ja, trainer, vorige keer was het eigenlijk een week vrij. Maar had je stiekem tussendoor nog tegen Fortuna gespeeld. Nu was het echt een week vrij. Wat gebeurt er in zo'n week? Ja, ik denk dat we eerst weer die wedstrijd van afgelopen zaterdag met elkaar goed geanalyseerd hebben. Wat goed was, wat minder goed was. En dat we eigenlijk vanaf maandag weer met het oog op komende zaterdag onze tegenstander Heracles is. Dat we daarin goed voorbereid zijn, dat we weten wat we hebben tekort zijn geschoten bij Sparta. Ja. En dat we het hopelijk zaterdag beter kunnen doen, vooral aanvallend gezien. Ja. Er wordt wel eens links en rechts geroepen van ja, aan het einde van het seizoen rare uitslagen, want de clubs zijn uitgespeeld. Er zijn er maar heel weinig clubs uitgespeeld in de Eredivisie op dit moment, hè? Ja, en zeker geldt dat ook voor Heracles. Ik vind Heracles gewoon een hele goede club, of een goed team. En je zegt club, je verspreekt je, maar Heracles is toch ook gewoon een hele goede club? Ja, zeker. Ze hebben het voor elkaar, toch? Zeker, of niet? Ik vind het knap dat hun jaren achter elkaar zich toch eigenlijk wel altijd in een middenmootpositie begeven. Ja. En dat ze soms naar boven kunnen kijken en heel af en toe een keer misschien nog met een knipoog naar beneden. Ja. Maar door de jaren heen hebben ze een goede structuur, een goede stabiliteit gevonden. En daardoor presteert dit team ook altijd wel heel, heel goed, denk ik. Stabiele trainer, ken je hem uit jouw carrière in Over de Peul? Ja, ik ken hem wel. Maar als trainer tegen elkaar hebben we volgens mij niet gehad. Maar ik ken Frank wel goed. Ja. Oké, okay, goed. Het is natuurlijk weer tijd voor de TOS van Jos. Ik heb eentje waar wel iets op staat, eentje waar niks op staat. Eén vraag gaat over... Wat vond je nou van het interview van Danny Post na de wedstrijd? En een andere vraag gaat over, is het een voordeel om tegen Emmen te spelen als laatste wedstrijd in een directe confrontatie? We gaan eens even kijken. Ik zeg dat het kruisje wat erop staat is voor de Emmen-vraag. En die is het ook geworden. Die is van Noutje Colin en die vraagt. Vraag is aan de trainer. VV Emmen, rechtstreeks duel. Is dat fijner of had je liever gehad wij tegen de een, Emmen tegen de ander? Nou, als het nog erom gaat om in de Eredivisie te blijven, hebben wij natuurlijk hopelijk ook het geluk dat we ook met eigen fans die wedstrijd kunnen spelen. En dat zal dan toch wel een doorslag
kunnen geven voor ons. Dus ik ben er niet ongelukkig mee, maar ik ben wel een beetje ongelukkig en triest als wij zonder publiek moeten spelen in de laatste wedstrijd. En het verlengde daarvan, hè, competitievervalsing is altijd zo'n zwaar woord. Vind jij het competitievervalsing als wij dadelijk om wat voor reden dan ook 0 van die laatste wedstrijden met publiek spelen? En Emmen wel? Ja, ik vind het ontzettend jammer. Ik heb natuurlijk ook vrijdagavond met Willem 2 RKC gezien. Ja, en, die wint hem daardoor. Hè? En Emmen wint hem ook daardoor. Ja, precies. Ik denk ook wel dat dat heel veel uitmaakt. En zeker als je in een moeilijke fase in een wedstrijd zit. En ook misschien nog in de eindfase. Als het nog om een echt resultaat gaat. En dan zag je het terug. Emmen krijgt de 1-1 om de oren. Dus met 10 minuten op de klok is winnen met 3. Maar het publiek stond erachter. Ja, in de naspeeltijd. Dus je kunt toch zien dat het publiek toch wel wat los kan maken bij de jongens. En zeker als je een ploeg hebt die niet overloopt van vertrouwen. Goed. Kunnen net die eigen fans toch wel nog een boost geven aan mijn jongens of aan mijn spelers. Dus ja, ik zou ontzettend blij zijn als we dat mogen meemaken. Daar hebben we weinig invloed op. Goed. Eerst, en men is nog ver weg, hè. Eerst die wedstrijd tegen Heracles. Dankjewel, Jos. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, Fons, de trainer zegt het al. Iedereen heeft het ook wel over die laatste wedstrijd tegen Emmen. Maar daar komt nog eerst een potje tegen Heracles aan. En thuis gewoon 3-2 voor ons, hè? Ja, dat gewoon een beetje. Heracles kunnen we hebben. Kunnen we altijd hebben. Nee, Heracles, ik vind het een goede ploeg. Ik vind het een sympathieke club. Dat zei je net ook al tegen de trainer. Een voordeel deze ronde is wel dat ze dus zonder publiek spelen. Ik vind het raar, ik vind het jammer, maar het is voor ons niet per se een nadeel. Laten we hopen dat het dan in het restant van de competitie wel nog kan, als wij hele belangrijke wedstrijden gaan krijgen. Lucas, ik vind Heracles, zoals je zegt, sympathiek ploegje, maar wij gaan daar gewoon winnen. 1-3, let maar op. Moet ooit een keer uitkomen. Ooit komt hij uit dit seizoen. Maar goed, we gaan het zien. Een uitwedstrijd tegen Heracles dus in Erva Acito. Thuis gewonnen met 3-2. Niet op vrijdag zoals de wedstrijd eigenlijk gepland stond, maar op zaterdag. Zaterdagmiddag, 4:30. Het wordt spannend. Ik denk een gelijkspel. Dit was de Tos met Jos. 3 puntjes, kom op man. Die kast. Een beetje positief. Vrouwen!